Met stenen bekogeld worden tijdens een demonstratie of doof worden van illegaal vuurwerk dat naar je toe gegooid wordt. Politieagenten hebben dagelijks te maken met agressie en gevaarlijke situaties op straat. De heftigheid van het werk werd Ivo Recour uiteindelijk te veel. Hij stopte en schreef daarover het boek Politiehart. Ja, zou je kunnen beginnen met het moment waarop je stopte? Dat heb ik al vaak verteld. Gisteren bij de boekpresentatie kwam er nog een keer naar voren. Ik weet nog goed dat ik een laatste reanimatie had. En na die reanimatie voelde ik gewoon dat het gewoon niet goed met me ging. Ik handelde gewoon. Ik weet nog dat ik allemaal gesprekken heb gevoerd. En dat ik dacht van dit is het druppel geweest die de emmer deed overlopen. En ik ben naar huis gegaan en heb mij de volgende dag ziek gemeld. Ja. Dus dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om te gaan stoppen. En daarvoor heeft natuurlijk heel veel plaatsgevonden. Ja. Wat denk je dat de meeste impact dan heeft gemaakt daarvoor? Nou, als we kijken wat de meeste impact is, dat er zijn een aantal momenten geweest, zeg maar. Dus ik ben ook in Afghanistan geweest als militair. Dus de opbouw van het trauma heeft zich elke keer opgehoopt. Dus je kan niet één specifiek moment daarin terughalen. Het is echt de opstapeling van. Alleen de trigger is geweest die laatste reanimatie. Ja, want kun je de situatie eens beschrijven? Van de reanimatie? Van de reanimatie. Ja, die kan ik helemaal levendig. Hij staat ook in het boek. We zijn eigenlijk een noodhulpdienst die avond, de nachtdienst. En dan krijgen we een melding. En dan wordt al heel snel duidelijk dat er een reanimatie gaat plaatsvinden. Of moet gaan plaatsvinden. Maar ter plaatse kom je altijd even in de situatie van waar ben ik? Waar zijn de mensen? Je wordt vaak opgevangen. En in je hoofd ga je al beslissingen nemen. Wie gaat er reanimeren? Wie gaat beademen? Handschoentjes aan. En voor mij voelde het al heel, heel vreemd. Ik begon te trillen in mijn lichaam. Maar je gaat in controle. Je lichaam neemt het niet over, want je moet werken. En op het moment dat ik daar binnenkwam, de persoon was al overleden. Het was een bejaardenhuis in dit geval. Een oudere mevrouw, een oudere meneer. Een meneer zat op een stoel. En die details zijn zo scherp nog. Collega in de hoek, ik ga controleren, je moet echt aanraken. Er komt de ambulance, OVD, dus er gebeurt heel veel. Ja, het is incident op incident, ja. Op incident eigenlijk. Ja. Je bent gestopt. Ja. Verwijt je dan de politie of de cultuur bij de politie nog iets? Jeen. Ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat de cultuur of het bedrijf schuldig is. Ik zeg nu steeds vaker ook met mensen in gesprek. Ik ben zelf ook iemand geworden door de keuze die ik heb gemaakt. Dus ik heb ook in het leger gezeten. Ik kom uit een bepaald gezin. Je hebt ook bepaalde patronen heb je aangeleerd. Ik denk wel dat het binnen de cultuur, politie, nog steeds wel mannen. Cultuur is en dat er nog macho gedrag plaatsvindt, dat wel kan bijdragen aan minder snel over problemen praten. Ja, want hoe wordt er omgegaan met de incidenten? In welk traject ga je in op het moment dat je ziek meldt? En hoe wordt daar ook daarvoor al over gesproken? Ja, er wordt echt wel over gesproken. En ik moet ook zelf hand in eigen boezem steken dat ik ook pas laat hier ben over gaan praten door mijn ego, wat nog steeds in de weg zat destijds. Dat ik van ja. Iedereen weet toch dat ik het kan en waarom zou ik erover praten? Het valt nog wel mee. Oh ja, het hoort er ook een beetje bij. Ja, dat was mijn beleving. Ik denk wel dat er soms momenten zijn, dan moet je er staan. Je kunt niet zeggen van ik heb vandaag even geen zin, ik ga me ego. Soms moet je er staan als uniformberoep. En dat is natuurlijk die strijd, de innerlijke strijd die ik ook beschrijf. Ja. Waarin je dat mooi naar voren kan laten komen. Ja, we hadden het er net natuurlijk al over. Hè? Dit weekend wordt het, is een grote kans dat het onrustig wordt in bepaalde steden. Ja. Jij wilde daar iets over zeggen, omdat je zei dan wordt er geen beslissing genomen over alvast mensen bijvoorbeeld vastzetten of weet ik veel, ervoor zorgen dat het niet zo uit de hand loopt. En daar wilde jij nog iets over zeggen. Maar... Nou, wat ik merk, het ging over dat de agenten nu best wel een zware druk voelen, omdat er niet een veiligheidsrisicogebied werd afgekondigd. Is dat er niet hele speciale maatregelen worden genomen. Maar die worden er wel zeker genomen, want er wordt heel veel inzet gepleegd. Ik denk dat er heel veel opgeschaald wordt nu aan agenten. Dus mensen die misschien vrij hebben, moeten nu komen werken. En er wordt wel gekeken naar de politie en naar de hulpdiensten. Die moeten er staan.
Ja. En wat zou je dan zeggen tegen die mensen die eigenlijk misschien ook al vrij vol zitten met hun emmer, dus die hier heel erg tegen opzien dit weekend? Ja. Hoe moet je dan, hoe ga je hier dan mee om nog? Nog zo'n weekend? Ja, ik vind het wel een gewetensvraag, maar natuurlijk dan roep je eigenlijk op om bepaalde gedachtes die ik niet ken. Ik zou zeggen, maak het bespreekbaar als je vol loopt. En ga er niet mee wachten tot na het weekend. Maar als je nu vol loopt, dan moet je, vind ik, zeggen dat het niet goed met je gaat.